ik ga dan voor een week geen vlogcamera. Ja, want ik vind het wel belangrijk om bereikbaar te zijn voor mijn familie en mijn vrienden. En ja, als ik geen telefoon bij me heb, dan is het heel moeilijk om in contact te komen natuurlijk. Want alle telefooncellen zijn volgens mij al verwijderd. En mijn vlogcamera, ja, die kan je wegleggen. Want je kunt ook filmen met je telefoon. Dus dan kan ik altijd nog live blijven, zeg maar. Oeh, oh my god. Geven van 2. Mag dat ook? Als ik zou moeten kiezen, ja, dan ga ik dan toch wel voor het dolfijntje in mijn lease. Wat ik nooit zou doen. Maar die zie je wat minder vaak. Hè? Het is vaak dat je voorover bukt. Die rug zie je heel vaak. En ik vind dat, nee, dat ik ga voor de dolfijn. Oeh, ik denk toch de billen van Kim Kardashian. Alhoewel, ik vind ze nu iets te groot. Het lijkt nu echt op een pamper. Maar in haar goeiere jaren, dat hij nog iets kleiner was, dan zou ik toch wel voor haar bil gaan, ja. Hé, wacht. Je kan nooit meer afvallen, maar je bent wel gewoon hier en je leeft gewoon hier. Of je leeft op een onbewoond eiland, een jaar helemaal in mijn eentje. Ik ga serieus voor het onbewoonde eiland. Want een jaar is maar een jaar op een heel leven. En volgens mij is het heel tof. En ga je jezelf echt tegenkomen en ga je leren overleven. En ik hou wel van spanning in mijn leven. Dus ik ga voor het onbewoonde eiland. Nee, ik zou wel weer terug willen naar het verleden. Om gewoon weer heel even kind te mogen zijn. Nooit meer zoenen, denk ik. Want ik ben echt een knuffelkont. En ik denk dat knuffelen is nog echter dan dat je zoent. Op een gegeven moment zoen je ook niet zo heel vaak meer. Volgens mij was dat toen je echt 16 was. Ging je altijd zoenen met je vriendje. Maar nu is het vaak gewoon een kusje en heel veel knuffels. Dus ik ga voor de knuffels.